Hallo allemaal. Vandaag weer een keer een film over 3D-printen. Of eigenlijk over iets heel anders, maar waarvan de uitkomst wel 3D-printen gaat zijn. Als je een 3D-printer hebt, dan weet je dat je allerlei objecten kunt downloaden vanaf websites als Thingiverse of My Mini Factory en zo zijn er nog wel wat meer. Maar daarnaast kun je natuurlijk zelf zaken ontwerpen. Met CAD software, Computer Aided Design. Programma's als Tinkercad, Fusion 360 en zo zijn er nog veel meer. Ook een beroemde is Meshmixer bijvoorbeeld. Echter, een van de wensen die in die 3D-wereld altijd geweest is, is dat je elk believig object wat je hebt zou kunnen inscannen en dat zou kunnen gaan printen. Nou, voor de mensen die zich daar wel eens mee bezig hebben gehouden, die zullen weten dat dat een extreem duur verhaal is. Een echt goede scanner, waarmee je iets kunt scannen wat je straks kunt 3D-printen, kost duizenden euro's en zit je zeker niet onder de 2000 euro. Ja, er zijn er wel onder de 2000 euro, maar vaak is dan het resultaat twijfelachtig. Nou kun je daar hele mooie dingen mee doen. Je kunt ook niet alles scannen wat je maar wilt. Ik bedoel, er is ergens een maximum aan grootte en dergelijke. Maar er kunnen hele mooie dingen mee gemaakt worden. Zo is er in Japan. Ik dacht dat het in Japan was, wil ik van afwezen. Maar in Japan is er een bakker. En die heeft een hele grote 3D-scanner aangeschaft. En met die 3D-scanner, als hij een huwelijkstaart moet maken, dan nodigt hij het bruidspaar bij zich uit in kledij. Die scant hij vervolgens met een grote 3D-scanner in. Om vervolgens ervoor te zorgen dat op de huwelijkstaart, op de bruidstaart, de afbeelding van de werkelijke bruidslieden staan. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend leuk idee. En alleen, ik zou niet willen weten wat die scanner gekost heeft die bakker gebruikt heeft. Er zijn ook allerlei oplossingen voor. Ik heb ook begrepen dat een van de, ik geloof dat de Xbox die heeft een, dat is volgens mij een Kinect of zo, scanner of iets dergelijks. En die is heel goed te gebruiken om te gaan scannen. Maar nog steeds de resultaten zijn beperkt. Er zijn echter ook andere oplossingen. En een van die oplossingen, daar ga ik me vandaag mee bezighouden. En dat is photogrammetry. Photogrammetry. Nou, eigenlijk wat je doet, je pakt een object. En we gaan vandaag dit object doen. Dat is deze beer. Die heeft een geitje in zijn hand. En deze beer, die gaan we met een fotocamera heel veel fotograferen. Dus in de ronde eromheen en op verschillende hoogtes en dan overlappende foto's. Zodat zeg maar er een hele lading foto's van dit object komen. Van voor, van achter, van boven tot onder. En wat daarbij de kunst is, dat kan ik alvast wel voor wegnemen, is om die foto's consistent te maken en scherp te maken. En dat consistent, daar bedoel ik dit mee. Dat als je schaduw van één kant hebt, dan, en aan de andere kant geen schaduw, dan zal dat eigenlijk ditgene wat hij straks uit de software gaat geven, bijvoorbeeld een incomplete print gaan zijn. Dus je moet proberen die foto's zo te maken dat de lichtinval steeds hetzelfde is. Je mag het object ook niet bewegen. Dat object moet op een vaste plek staan, want bij die photogrammetry, wat die software straks gaat doen, die gaat die foto's met elkaar vergelijken. Dus als je in de tussentijd het object zou verplaatsen, dan klopt er van die geometrie niets meer. De software die ik ga gebruiken, dat is een software, ik zal straks de link eronder plaatsen en we gaan straks in de video daar het nodige van zien. Dat heet Safefire. Safefire 3D. En dat is gratis software tot 50 foto's. Als je hoger wilt, ik heb gezien voor 500 foto's, dan kost dat $149 en dan heb je een jaar lang gratis updates. Ik heb echt ook gezien dat er mensen zijn die filmpjes Engels en Duitsstalig op het internet hierover geplaatst hebben en dat eigenlijk 50 foto's genoeg kan zijn. Zeker voor zo'n object zoals die beer hier. Nou, en dat ga ik vandaag proberen. Ik heb inmiddels de foto's gemaakt. Ik heb ook al 1 of 2 keer met de software gespeeld. En we gaan zo meteen zien in de video hoe we die 50 foto's gedeeltelijk gemaakt met een Nikon camera en de andere gedeelte met mijn iPhone, want ook dat werkt verder prima. Hoe we die gaan omzetten naar een 3D printable file
En als het een beetje mee zit, aan het eind ook werkelijk de 3D geprinte beer. Natuurlijk niet in kleur, dat is duidelijk. Hè, die zou je dan eventueel zelf moeten schilderen. Maar het is wel heel grappig. Als je dan thuis iets hebt in dit formaat, of misschien zelfs wel iets groter of wat dan ook, dan kan je dat dus gewoon printen. Er zit wel wat werk aan en er zit een leercurve aan. Photogrammetry, dat is het onderwerp van deze video. En we gaan nu beginnen met de software om die 50 foto's te bewerken. Nou, alvast heel veel plezier. Dan gaan we beginnen met het programma wat we gaan gebruiken om die opname te laten plaatsvinden, om die photogrammetry uit te voeren. Dat programma kan gedownload worden hier bij www.3dflow.net. En dat heet 3DF, liggendstreepje, Z4 met Zep HYR, liggendstreepje, free. We gebruiken de gratis versie, er zijn dus ook betaalde versies. Alleen, die zijn aan de dure kant. En eigenlijk met die gratis versie zou het ook moeten kunnen. Het gaat om 50 foto's. We gaan dat programma downloaden. Dat kunnen we doen bij... eens even kijken of ik dat hier in de gauwigheid te zien krijg. Ja, Get3DF74 Free hier. En dan kunnen we hieronder zien waar die gedownload kan worden. Ik ga dat programma opstarten. Dat programma staat op mijn bureaublad, dus ik ga het bureaublad er even bij halen. Dan ga ik dat 3D C4 er even bij halen. Dat is dit programma hier, wat hier staat met die Z. En die open ik. In deze video, in dit stuk over dit programma, zullen we een paar keer een stop moeten gaan invoeren, zullen we gaan zien. Omdat sommige procedures nogal lang duren. Ik laat zien hoe we het opstarten. En vervolgens knippen we als het ware in de film. Dan word ik gestart met dit venstertje hier. Een friendly reminder. Dat je met hun Facebook groep en dergelijke kunt kletsen. Nou, dat doen we niet. Not now. Thank you. Dit gaan we niet gebruiken. En dan hebben we hier een werkvlak. En vanaf dit moment is het eigenlijk relatief eenvoudig. We gaan namelijk hier naar workflow. En als ik dat aanklik, ik weet niet of ik erop in kan zoomen, probeer ik wel even, dan zien we hier een aantal dingen staan. En dan gaat het om die eerste vier. Nieuw project, Dense Point Cloud Generation, een Mesh Extraction en een Textured Mesh Generation. Dat zijn de vier dingen die we gaan doen. Dus we beginnen met een nieuw project. En dan wordt mij een aantal dingen hieronder gevraagd, maar nu voor de sake of deze video, daar zullen ongetwijfeld nog zaken ingesteld kunnen worden, maar verander ik hier niets aan en klik ik gewoon op next. Vervolgens krijg ik een fotoselectiepagina. Ik kan dus maximaal 50 foto's toevoegen. En de kwaliteit van die foto's is dus erg belangrijk. Die moet goed zijn, anders krijgen we geen goed object eruit. Ik ga op plus drukken. En dan ga ik de map erbij halen waar die foto's in staan. En dat is een map die staat op mijn bureaublad met de naam Beer. En al die foto's ga ik selecteren. En die ga ik openen. En je ziet dat ze hier midden in dat venster getoond worden. Verder doe ik niks. Ik klik op Next onderin. En dan wordt in feite erbij gezocht waar deze foto's mee gemaakt zijn. Nou, deze zijn gewerkt met een Nikon camera zoals je ziet. En een eindje naar beneden zijn er zelfs een hele rits met mijn iPhone gemaakt. Ik klik wederom op Next. En dan krijgen we de Project Wizard. De camera orientation staat erboven. Nou, we kunnen kiezen bij category in een aantal zaken, maar we kiezen voor close range. We zouden ook een andere kunnen kiezen, maar ik heb redelijk succes gehad met die close range, vandaar dat ik dat doe. Dan hebben we hier presets. Die kunnen we snel, default of deep. En ik kies voor dieper, dus geeft de hoogste kwaliteit. En ik druk op Next. En wat hij dan laat zien is een venstertje met bovenin een run-button. En dan zegt hij van een number of camera's, ofwel 50 foto's. De preset type is close range en de preset name is deep. En ik zeg nu run. En nu gaat hij, wat hij nu gaat doen, hij gaat die 50 foto's controleren op bruikbaarheid. Ik zei in de inleiding al, het is een beetje een learn curve. En dat is het ook, want ik heb ontdekt dat de eerste 2-3 keer dat ik het deed, kwam ik eigenlijk met van de 50 foto's die ik gemaakt heb, net slechts 18 of 19 bruikbare. Pas de derde keer, toen ik de gordijnen dicht had gedaan,
een lamp aan had gedaan en dan het object recht onder die lamp geplaatst en dan zodat ik er omheen kon lopen om te fotograferen. Pas toen kreeg ik 50 werkbare foto's. Nou, dat is dus belangrijk. En wat hij nu aan het doen is, aan het controleren welke van deze foto's gebruikbaar zijn. En dit laat ik hem even doen. Zo, en dan is de eerste stap, die is voorbij. En dan zien we hier bij die camera, in dit veld hier, zien we die 50 foto's. En dit is datgene wat ik net zei, dat ik in het begin 50 foto's maakte en slechts 18 of 19 bruikbare had, waar dus yes bij stond, de rest was een no. In dit geval zien we dat alle 50 foto's bruikbaar zijn. En dat is dus prima. Dus we klikken op finish en daarmee is de eerste van de 4 tot 5 stappen in dit programma beëindigd. En we zien hier dan ook eigenlijk al een beetje die, datgene wat hij daar gescand heeft. Maar dit is natuurlijk nog niks. Hier kunnen we nog niks mee. En dus gaan we naar stap nummertje 2. En stap nummertje 2 is dat we dus weer bij workflow gaan zeggen van nu willen we een Dense Point Cloud Generation. Merk gelijk op dat de rest nog grijs is. Dus we gaan naar die Dense Point Cloud Generation. Deze gaat lang duren, dat kan ik je vast wel tellen. Dat gaat wel een uurtje of 2 misschien in beslag nemen. Opnieuw, deze wizard will guide you through the process of creating a Dense Point Cloud. We klikken op Next. We krijgen weer zo'n vraag met close range of human body of urban of aerial. Nou, we pakken close range. We doen de preset weer op een hoog detail, high details. En we zeggen next. Vervolgens krijgen we een nieuw venster met daarin dense reconstruction. Preset type is close range, preset name is high details. En bovenin staat een knop run. Die drukken we in en vervolgens gaat hij aan de gang om alle deze 50 foto's te gaan verwerken. Merk gelijk op dat hier onderin die foto's ook allemaal staan. Ja? Goed, dit gaat een poosje duren. Dus ik ga de video weer stopzetten. We komen straks weer terug en dan gaan we verder. Zo, ook het tweede deel van het proces is nu klaar. Hij heeft een Dense Point Cloud gemaakt. En we kunnen op finish drukken nu. En dat doen we dan ook. We zien inmiddels dat het object al een stuk logischer geworden is zoals je hier ziet. Overigens die blauwe vlakjes die je hier ziet, dat zijn de foto's zelf. Dus dat zijn de foto's die gemaakt zijn en de plek van waar vandaan foto's gemaakt zijn. Dus als je eromheen beweegt kun je precies zien waar die foto's vandaan komen. Maar je kunt nog een beetje door het object heen kijken. En dat heeft alles te maken met het feit dat we natuurlijk nog lang niet klaar zijn. We gaan naar het derde gedeelte van die workflow. En dat is de mesh extraction. Die klik ik aan. Dan krijg ik weer een nieuw verhaal. Ik moet aangeven om welke point cloud het gaat. Nou, er is er maar één. Dat is alleen die één hier. En ik druk op next. En wederom krijg ik dan diezelfde vragen van close range of human body of urban. Ik kies voor close range. En ik zeg weer ik wil hoge details hebben. En ik zeg next. En vervolgens krijg ik weer een nieuw venstertje waarin staat selected Dense Point Cloud, heet Dense Point Cloud 1. De preset type is close range en de preset name is high details. Ik druk op run hierbovenin en vervolgens gaat het derde proces van start, de mesh completion. En tijdens dat verhaal zet ik weer even de video stop. Ik kom zo weer bij je terug als dit weer klaar is. Ja, en we zijn weer terug. Want inmiddels is de nieuwe triangular mesh gemaakt. Dat was de volgende stap waar we mee bezig waren. En die kunnen we nu afsluiten met finish. En dan gaan we ons, en we zien hier dan die triangular mesh. Je ziet steeds meer dat het steeds meer gestalte krijgt. Zie je dat? Het is natuurlijk wel vuil hè, met al die dingen die er omheen zitten. Maar dat gaan we straks schoonmaken. Moet je maar eens opletten. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan bij workflow de laatste stap doen, dat is de textured mesh generation. En als we die aanklikken, dan wordt er gezegd van wat gaan we doen? We gaan alle camera's, alle 50 camera's, alle 50 foto's gebruiken. De mesh to use, nou dat is er maar één, dat is mesh 1. En dan gaan we zeggen next. Dan krijgen we een nieuw venster. En in dat nieuwe venster kunnen we maximale texture size doen. Nou eigenlijk, ik ga hier niets aan veranderen, helemaal niets. Nou, en we drukken op next. En dat is eigenlijk de laatste stap van het voorbereidingsproces. We krijgen hier te zien wat de instellingen zijn waar we zojuist akkoord op gegaan zijn. En we drukken op run om
te starten met het maken van deze textured mesh. Nou, we zien, hij is bezig. We komen zo weer terug. En daar zijn we dan weer. Ook stap 4 is nu afgerond. Hij heeft nu een textured mesh gemaakt, oftewel een mesh in STL, een 3D printable gedeelte met relief. We drukken op finish en dan krijgen we het object te zien, de beer met het gedeelte waar hij op is gefotografeerd. We draaien hem even helemaal rond of we open ruimtes zien. Nou, dat valt wel mee. We zien geen open ruimtes. We zijn wel gelijk eventjes de oriëntatie kwijt. Dus ik moet heel even zien dat we de oriëntatie even terugkrijgen. Daarvoor gaan we even uitzoomen. En even verder draaien. En weer uitzoomen. Zo. Maar je ziet, we zijn nog niet klaar. Want we moeten eigenlijk de rotzooi rondom onze beer moeten we kwijt. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan even zorgen dat we een beetje een goed overblijfzicht krijgen van onze beer. En dat doen we eventjes op deze manier. En dan hebben we aan de rechterkant, zien we twee tabbladen zitten. Eentje met animator en eentje met editing. En bij editing staat by hand. En als ik dat by hand aanklik, dan verschijnt er een venstertje waar ik keuzes kan maken over de vorm van datgene wat ik wens te verwijderen. En ik pak de rectangular, die is al geselecteerd. En daarmee trek ik een vierkantje, zodat onze beer wel degelijk in beeld blijft. Zo. Hij selecteert nu ook de beer. Dus als ik nou delete zou doen, zou de beer weg zijn. Dus dat wil ik niet. Dus ik druk aan de rechterkant hier bij edit op invert, oftewel draai het om. Nou, dat doen we dan ook. We draaien het om, dan zien we dat de buitenkant rood is. En nu druk ik op delete. En dan zullen we zien dat we nu alleen de beer met zijn ondergrond nog hebben. Wat ik nu ga doen, nu ga ik hem kantelen en dan zie ik ook gelijk, als je goed kijkt, dat hij niet recht staat. Hij hangt een beetje schuin in de lucht. Dan hierboven zit een tool hier met al die rondjes hierboven. Deze tool is dat. En als ik die aanklik, dan krijg ik de mogelijkheid om hier te gaan draaien. Nou is de computer, die is veel in gebruik geweest vandaag. Dus die heeft het wat moeilijk daarmee op dit moment. Even kijken. All structures, objects. Want ik mis namelijk nu eigenlijk de tool waarmee ik hem kan draaien. Normaal zitten er dus van die cirkels omheen en daarmee kan ik hem gaan draaien. Dat lukt dus nu even niet. Dus ik ga eventjes cancel doen. Even kijken of ik hem nu krijg als ik het doe. Nog steeds niet. Ik heb, dacht ik, wel de goede tool te pakken. Nou ja, goed. Wat ik ga doen, dan ga ik het anders doen. Dan ga ik in elk geval de rest die er omheen zit, die ga ik eraf gooien. Ik pak weer de by hand functie. Ik pak nu een elliptic tool. Dan kan ik namelijk een ellips trekken. Die had ik misschien beter vanuit het midden kunnen trekken. Dus ik ga dit natuurlijk niet doen wat ik hier nu doe. Dus ik druk hem weg en ik doe escape. En even kijken. Want ik wil dat natuurlijk niet hebben. Dus ik wil eigenlijk deze selectie kwijt. Even zien hoe we dat gaan doen. Want dit willen we natuurlijk niet weggegooid hebben. Even kijken of ik dat ongedaan kan maken. Dat mag je toch aannemen dat dat kan. Even kijken, edit. Undo. Ah, dan heeft hij de hele actie ongedaan gemaakt. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Gaan we het nog een keer opnieuw doen. We pakken weer die by hand functie. Pakken de rectangular. Trekken een vierkantje. Maar dan wel zodanig dat het object blijft staan. Zo. We doen invert. En we zeggen delete. Daarmee is alles weg behalve het centrum. Nou, dat kunnen we nog een paar keer vaker doen, zodat we
nog wat meer geschoond krijgen. Wel oppassen dat we niks weggooien wat we niet moeten weggooien. Want we willen natuurlijk wel graag het object behouden. Dus ik ga hem nu weer kantelen, ik ga hem weer draaien. En dan moet ik eens even kijken, want eigenlijk zou ik hem plat willen leggen. Alleen daar komt de tool die ik wilde hebben. Je ziet hem nu verschijnen, die bollen. En dan kan je hem wat plat gaan leggen. En dat is wat ik ga proberen te doen. Ik ga hem zo plat mogelijk leggen. Ondertussen probeer ik ook die horizon plat te krijgen, als het ware. Want dan kan ik zometeen die onderkant ervan afsnijden. Ik moet heel even kijken. Dit is behoorlijk goed, maar nu moet hij naar rechts. Nou, en nu kan ik gaan zeggen van oké, pas dat maar toe. Druk ik dit met oké weg. Dan pak ik weer bij hand. Ga ik weer een vierkantje trekken, maar nu probeer ik hem hier zo'n beetje op die rand te doen. En ik zeg delete. Het is nog niet helemaal weg zoals je ziet. Dus we moeten eigenlijk even iets dichterbij. Nog een keer doen. Dat er een stukje van die basis weggaat, dat is niet zo erg. Want we gaan zometeen een nieuwe basis maken, zullen we merken. Dat ga ik zometeen doen. Even weggooien. Dan kan ik vervolgens dit laatste kleine restje hier weggooien. En als het goed is, moet ik nu alleen de beer hebben. Nog wel één klein dingetje. We hebben hier aan de rechterkant, en daar zal ik even op proberen te gaan inzoomen. Zien we hier dat die arm niet helemaal vrij is. En dat ga ik ook nog even proberen. Ik pak weer by hand. Nu pak ik poly. Dat wil zeggen dat ik zeg maar zelf als het ware een beetje kan tekenen wat ik weg wens te hebben. Zo, ik kan daarbij rustig in het zwarte werken. Ga ik naar deze kant, want ik wil hier natuurlijk ook weer omhoog. En ik maak die lijn dicht. En je ziet dat het rood wordt. Ik doe delete. En nu is de arm vrij. En dan kunnen we zien dat we in feite bijna klaar zijn. Ik heb hier nog een vlekje. Ook dat moet weg. Dus ook dat vlekje gaan we weghalen. Want dat zit straks allemaal in die print in die mesh. En die moet ik kwijt. Even kijken hoe het nu is. We gaan eventjes draaien eromheen. En we zien dat die in feite schoon is. Oké, nu hebben we in dit geval de mesh schoongemaakt. En nu kunnen we hem gaan opslaan. En dat is een hele belangrijke. We gaan export aanklikken. Export de textured mesh. En dan krijgen we een nieuw venstertje. En in dat venstertje, daar moeten we het formaat aanpassen. We gaan niet naar Sketchfab. Dat mag je rustig doen als je het hebt, maar ik heb het niet. We gaan een OBJ-file. Bijna alle slicerprogramma's kunnen met OBJ-files overwerken. Dus ik pak een OBJ-file. Verder verander ik niks en ik zeg export. Wat ik dan krijg is gewoon een Windows-verkenner waarin ik kan zeggen van waar wil ik hem hebben. Ik ga hem op mijn bureaublad zetten en ik noem hem beer 1, noem ik hem. En ik zeg save. En we zien dat hij vervolgens bezig is om die OBJ, dus geen STL pas op, maar die OBJ, om die te saven op mijn computer. Nou, dat laten we hem heel even doen. Dat gaat niet zo verschrikkelijk lang duren. En als dat klaar is, dan ga ik dit project saven. En dat saven, dat doe je met linksbovenin zometeen file aan te kiezen. En dan te zeggen van save as, oftewel opslaan als. Vervolgens in een map dit hele project op te slaan, zodat ik hem later nog kan bewerken indien dat nodig is. Nou, ik zet hem even op pauze. Ik kom zo terug. Daar zijn we weer voor het volgende gedeelte van de video. Want we hebben nu dat OBJ-bestand gemaakt. En ik vertelde al, dit kun je in nagenoeg elk slicerprogramma inlezen. En dat is op dit moment ook belangrijk om dat nu te doen. Ondanks dat ik er nog iets aan ga veranderen.
Waarom? Dat zul je gaan zien. Ik gebruik Slicer overigens, Slick 3R, de Prusa editie, dat is nu eenmaal mijn printer. Ik pak File, ik open STL OBJ bestanden. Nou, in dit geval wil ik een OBJ bestand en dat staat op mijn desktop en dat heet Beer 1. En die ga ik openen. Dit duurt eventjes. Oh, dit valt in dit geval trouwens mee, sneller dan ik dacht had. Nou, geen probleem. Hier zien we de beer en je ziet eigenlijk al, hij is behoorlijk gedetailleerd. Hè? Daar is niks mis mee. Wat we nu gaan doen, we gaan nu hem eerst eens even flink vergroten, want dat is wel even een dingetje. Hij is nu ongeveer, nou, 6 mm in de breedte en misschien, nou, bijna een centimeter hoog. Dus ik ga hem met 1000 vergroten. Dus we gaan naar scale hier bovenin, schalen. Hij staat op 100. Ik ga hem naar 1000 zetten en dan is die... ja, een aantal centimeters groot. Nou, we kunnen nu nog niet zoveel zien, dus we gaan even uitzoomen natuurlijk. En dan krijgen we hem goed te zien. Hij is nu een centimeter of 3 breed. En wat zal die hoog zijn? Nou, een centimeter of 10, denk ik. Ander dingetje wat ik ga doen. Als ik namelijk omhoog ga, dan zien we dat hij niet helemaal vlak staat. Dus ik ga hem vlak op de grond zetten. Dat doe je in Slicer met de knop hier aan de linkerkant. Dan zie je wat velden verschijnen, maar ik kan ook aan de onderkant kijken en daarmee kan ik hem plat op het werkblad zetten. En dan druk ik diezelfde knop weer uit en nu staat hij plat op het blad. Goed, wat ik nu ga doen, nu ga ik hem opslaan als STL bestand. En dat doe ik hier aan de rechterkant met export STL. Dus ik zeg export STL, ik wil hem weer op de desktop hebben. Ik noem hem weer BR1, maar nu als STL. Daar gaat hij. Ik weet niet of hij hem ook al opgeslagen heeft. Is dat zo snel gegaan? Dat zou best kunnen. Ja, want hier staat hij aan de linkerkant. Dit is zeg maar mijn BR1 bestand. En nu ga ik naar Tinkercad. Waarom ga ik naar Tinkercad? Omdat ik in Tinkercad wil ik eigenlijk een iets grotere basis toevoegen aan, aan dit object. Dus wat doe ik? Ik doe create een nieuw design. Krijg ik het werkblad, ik ga hierboven gelijk die naam veranderen, ik noem hem Beer Bewerkt. En dan ga ik hem, kijken, ja, zo ja, dan ga ik hem importeren. Dus ik ga importeer, choose a file. Ik ga dat bestand opzoeken, die Beer 1. En hij gaat dat inlezen in mijn programma. Dit is even, waarom ga ik dit doen? We hebben net gezien dat we bij die laatste stap in C4, dat we die onderkant gedeeltelijk weggesneden hebben. En ik weet dus nu eigenlijk niet of die onderkant nog mooi of niet mooi is. Dus eigenlijk de makkelijkste weg is nu zometeen daar een cilinder onder te plaatsen met de juiste diameter, 0,5 centimeter hoog. en die weer op een nieuw voetstuk te plaatsen dan het origineel waar die op stond. En dat gaan we dan vervolgens straks... als STL exporteren en aan het eind kan dat dan gewoon in een slicer worden gedaan en in die slicer ga je de nodige instellingen doen en vervolgens heb ik een 3D printable, een printbaar object in 3D. Nou, dat is wat we gaan doen. Ik zal vast beginnen met die cilinder te plaatsen, want hij is nog bezig met het importeren van die beer, dus ik ga die cilinder vastplaatsen. Ik ga gelijk de zijden maximaal zetten zodat die keurig rond is. En ik ga de hoogte veranderen in 5 mm. Dat is meer dan genoeg. En nou ja, ik heb dit natuurlijk voorgespeeld. Dus ik weet ook, hier komt trouwens de beer tevoorschijn. Ik weet dat de breedte en de lengte 28 mm zou eigenlijk goed moeten zijn. Dus ik ga dat veranderen in 28 mm. Dan gaan we die beer naar voren halen. Zo, dan ga ik die cirkel eronder zetten. En wat ik even ga doen, dat doe ik gelijk even. Ik ga die beer wat omhoog halen. Ik doe hem 3 mm. Ja, 3 mm. Niet minder. 2 mm. 2 mm haal ik hem omhoog. Dan ga ik even inzoomen. En dan gaan we even kijken. Als ik die cirkel wat naar rechts trek. Oh, dat is de beer die ik geselecteerd heb. Ik kan ook, ga ik de beer naar links. Dan gaan we het even omheen bewegen. Even kijken of de beer goed op zijn voetstuk staat. Hij staat er hier goed op. Misschien moeten we hem iets achter, iets naar links.
Even kijken hoe het aan de voorkant is. Ja, dan staat hij daar niet goed. Dus laten we hem zo staan. En nu ga ik die beide objecten samenvoegen. Kijk, het lijkt niet veel, hè, maar als je goed kijkt, dan zie je toch wel het detail daarin. Ik ga deze twee objecten samenvoegen. Maak daar één object van. Dat is die nu aan het doen. Even wachten daarmee. Bijna klaar. Ja, en je snapt dat als dit klaar is, dan kan ik het overgebleven bestand simpelweg als STL bestand hier zo linksbovenin naar Tinkercad gaan. En dan kan ik zometeen dat bestand gaan downloaden als STL bestand. Dat kan ik vervolgens in mijn slicer laden, Cura of Slick3R. Dat doe je door dus op het object te klikken en in het venster hier op download te klikken. Ik wil graag een STL hebben. En als ik hem nu download, dan heb ik dus een STL bestand. En dat kan ik in mijn slicer laden. Daar slicen, de G-code naar mijn printer. En vervolgens kan ik de beer gaan printen. Zometeen aan het eind van de film zal ik dan nog het resultaat laten zien. Je ziet, het is een lang project. Maar het is wel een project wat prima werkt. Maar het is wel bewerkelijk, dat geef ik toe. Maar het is ook wel heel erg leuk om te doen. Nou, ik ga zo het resultaat laten zien. En dan weet je ook hoe het eruit ziet. Zo, lieve mensen. En hier is dan het resultaat. Aan de linkerzijde is het beertje wat ik gescand heb. En aan de rechterzijde staat de outcome. Ik heb hem bewust wat kleiner gemaakt, zodat hij wat sneller print. Maar als je goed kijkt, zie je eigenlijk dat hij er nagenoeg hetzelfde uitziet. Er is één klein probleem. En dat is de ruimte tussen de arm aan zijn rechterarm en zijn body aan de rechterzijde. Tenminste op de video de rechterzijde, het is in werkelijkheid zijn linkerzijde. Je ziet namelijk in het origineel dat die arm natuurlijk niet vast zit aan zijn lichaam. Dat kan je hier zien. Bij de mesh die uit de scanner komt, zit hij er wel aan vast. Ofschoon ik heb geprobeerd om in de software hem te verwijderen. En dat zul je in de video hebben gezien. Het kan te maken hebben met het feit dat dat verwijderen niet helemaal goed gelopen is. En het kan te maken hebben met het feit dat het misschien relatief klein geprint is. In elk geval, ik vind het niet zo'n groot probleem. Want deze afbeelding ziet er werkelijk prima uit. Hij is overigens geprint met een Magic Green van de Kekselt. En dat is een soort van marmerfilament, dus wit met groene spikkels erin. Heel fraai geworden. Maar in elk geval, je ziet hier dat die scanmogelijkheid wel degelijk aanwezig is. En met 50 foto's slecht we dit resultaat eruit krijgen van dit origineel. Nou, bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie er waren vandaag. En ik hoop dat je dit soort dingen ook eens gaat uitproberen. Tot de volgende keer. Dag.